Als jij er klaar voor bent, jouw tijd, dan mag je aan het beginnen. Succes! Dankjewel. Goedemorgen. Toen ik de koffie die ik vandaag ga gebruiken voor het eerst proefde, toen dacht ik, wauw. Dus, ik ga vandaag werken met die ene koffie. Van de plantage Las Matarapas in El Salvador. In de aanloop naar het kampioenschap toe ben ik me steeds meer gaan interesseren in het brandproces van koffie. En met name hoe kleine verschillen de smaak kunnen beïnvloeden. Ik heb daarom zeer zorgvuldig samengewerkt met Sebastiaan van het Koffielab. En we hebben samen een brandprofiel gecreëerd waarmee we de smaken die we tijdens het cuppen naar voren kwamen konden behouden. En eigenlijk dat wow-effect in de espresso kunnen krijgen. Voordat ik aan mijn espresso's begin moet ik wat voorbereidingen treffen voor mijn signature drink. Dus blijf even lekker zitten, dan kom ik zo mee terug. Gaaf mandarijn verschil toe. Hier voeg ik vervolgens marsepein naartoe. Dit zet ik op heet water, zodat de marsepein smaak af kan geven aan de extractie van de aeropress. Ik ga nu beginnen met de espresso's. Deze zullen een hazelnootbruine crème maken. Nog 10 minuten te gaan.
Ja. Het eerste wat je treft in de espresso is de aroma. Deze doet denken aan marsepein. Het eerste wat je proeft in de espresso is een hele frisse, heldere, bijna sprankelende aciditeit. En gevolgd door een volle en romige zoetheid. Wanneer je nog een slokje neemt en wat dieper het kopje duikt, dan doen de smaken maar denken aan mandarijn in het begin. Gevolgd door marsepein en melkchocolade, die echt zorgen voor een waanzinnige nasmaak. Met deze koffie wordt echt super zoet. Alle aciditeit die in de espresso zat, die gaat naar de achtergrond en maakt plaats voor een hele volle en romige zoetheid. Het is panna cotta vermomd als een cappuccino, maar daardoorheen heel licht de smaak van mandarijn en op het eind luchtige melkchocolade. Nogmaals, zoek voor die volle romige zoetheid, vervolgens mandarijn en op het eind luchtig melkchocolade. Maar Sven heeft ondertussen smaak afgegeven aan de AeroPress extractie. En deze ga ik nu filteren door een metalen koonfilter. Nog 3 minuten. Dankjewel. Hier voer ik vervolgens de espresso shots aan toe, waarna ik bij jullie terugkom.
erbij. Hoe precies het is, het smaakt om zo rustig om iets lekkers van naar boven te brengen uit de vloten. Dat is gekozen van mandarijn en marsepein. Ik ga er een koude special van maken. Omdat ik vind dat de aciditeit die ik zo lekker vond in deze koffie, van de beste naar boven kwam. Voeg de ijsblokjes toe. Ik shake hem even kort over ijs. Over iets meer flair dan de vorige keer. Ik kan hem gelijk drinken. We vragen eerst even te walsen, goed te ruiken. Dan krijg je eerst de marsepein. En vervolgens de mandarijn. En uiteindelijk weer de marsepein terug in de smaak. Tijd. Ik heb 16 seconden over tijd. Ja. Kijk, zo was dat. Niet in de tijd. 16 seconden. Ja, geen spuiten hier dus van mij. Maar goed, verder ging het eigenlijk. Verder neergezet op gebouw? Ja. Ik geloof dat een hoop mensen uitkeken naar jouw presentatie. Oké. Heb je ze denk je laten zien wat ze verwachten? Ja, ik denk het wel. Het was ook heel relaxed. Vandaag heel relaxed, serieus. Een stuk minder gestresst dan de vorige keer. En minder stress dan bij de latte ook en zo. Dus, Kijk, dat is belangrijk. Ja. Het zag er inderdaad uit alsof je het zelf heel erg naar je zin had. Ja, ik had het zeker naar je zin inderdaad. Nou, mooi. Nou, dan is het nu verder aan de jury. Ik hoop dat hij het net zo lekker vond. Ik heb net even stiekem je espresso geproefd. Okay. Alles goed. Ja, dat zeg ik tegen iedereen. Nee, alleen tegen